en stervelingen. Ik zei het al reeds, heeft vadertje tijd mij te grazen. En zou je dit soms lichtelijk verbazen, dan denk maar zo, het geluk is met de dwazen. Wat heeft Armand voor jou achtergelaten? Muziek, hè. Wat is de mooiste boodschap die Armand jou heeft meegegeven? Nou, ik denk niet dat die in één zin is samen te vatten, maar wel een paar woorden is denk ik liefde en delen. Delen en liefde, maar gewoon in alles. Als die ergens kwam, weet je, hij nam niet alleen zichzelf mee, maar hij nam chips mee of iets lekkers en deelde die uit. En liefde. De boodschap die door de muziek gegeven is om dicht bij jezelf te blijven staan. Om eerlijk blijven naar wie je zelf bent. Dat is de boodschap die mij achtergelaten heeft. Dankjewel. Wat is de mooiste boodschap die Armand voor jullie heeft achtergelaten? Vrijheid. Nee. Liefde voor het leven. Vrijheid is een Mercedes met een volle tank benzine, heeft Armand wel eens gezongen. Op een rood, mijn geld gaat op een rood. Wat is het mooiste of het waardevolste wat Armand jou heeft achtergelaten? Zijn kleuren, zijn kleurrijkheid. Want ik herken me daarin. Ik kom zelf uit een kleurrijke cultuur en ik hou de kleuren aan mijn eren. Ik hou niet van keurig gedrag, niet dat massaproduct. En dat zie ik bij Armand ook. Natuurlijk, maar zijn liedjes zijn natuurlijk gigantisch. Maar zijn verschijning, dat is Juf van Het. En zo hoort het ook, vind ik. Dat men gaat nadenken, bewust zijn, echt zijn. En niet meelopen met de massa, met de kudde. Kleur, diversiteit, variatie. Kleur, de natuur is voor kleur. Kleur is niet voorbehouden aan kinderen, niet aan vrouwen, niet aan homo's, niet aan het carnaval. Diversiteit, ieder is uniek. Variatie, wees creatief. Geen vaste man-vrouw rolpatronen, geen codegedrag, geen ons-kent-ons mentaliteit. Maar daarop pint men elkaar vast. Ruimte en respect. Dit zit. Peace, Armand. Zelf blijven. Gewoon jezelf blijven. Geloven in jezelf. Dankjewel. Neem het leven niet te ernstig. Je overleeft het toch niet. De andere mensen eigenlijk ook zichzelf laten. En dat iedereen zichzelf kan blijven. Dat dan het beste zal verlopen. Dat je gewoon elkaar iedereen zijn gusting mee doet. Is allemaal mijn geluk. Dat is de beste boodschap dat hij mij ooit meegegeven heeft. Dank je voor het delen. Graag gedaan. Vader van het protest, verhalen vertellen kon hij als de best. Met je mond was je erg verbaal. Ik heb genoten van elk verhaal. Van jou heb ik zoveel geleerd. Je zei beperkt ben je niet, maar getalenteerd. Jouw woorden waren geloof in jezelf. Niet in een ander, alleen in jezelf. Wij zouden samen een plaat maken. De reden ik kon jou met tekst raken. Ik liet jou mijn grote verdriet horen. Met tranen in je ogen kwam jij naar voren. Hield me vast, je zei dit is te gek.
en nu toch op wandel je eigen weg. Jij zat de top van de berg halen, beloof mij één ding, blijf stralen. Ben ik te min omdat ik beperkt ben, of te min omdat je dan een ander bent. Te min om te lijden in een dikke pak, te min om met geen geld in mijn handzak. Ben ik te min, ben ik te min, ben ik te min, ben ik te min, ja. Yeah. Deze voor jou, jongen. Wat is de mooiste boodschap die hij u heeft meegegeven? Leef het dan al! Top! Ja. Maar die NFC van dat we altijd vertrouwen blijven houden in uw eigen. Denk dat daar. Ook al is het een cliché, dat is denk ik toch de beste. Dankjewel. Ja. Oh ja, en nooit opgeven natuurlijk. Dus. Geef nooit op. Ja, geef nooit op. Het mooiste geschenk, zeg maar, qua wijsheid of inzicht, wat hij jou heeft meegegeven? Ja, gewoon jezelf zijn. Echt waar. Hij zegt, mij, het maakt me verder niet uit, maar het klikt, de energie is goed. We zitten op dezelfde frequentie en dat is gewoon... We zijn allemaal één. Niet veroordelen. Laten we gewoon samen zijn, het nu en dat vieren. En ja, dan ging meestal brandalarm af. Je hebt het hele land een boobie laten ruiken. Joints op de televisie. Dat is een ongelooflijk statement. Ik denk dat de war on drugs niet zo lang meer kan duren nu. Waarom is dit zo in het straatje van Arnhem? Nou, omdat Herman, ik zei altijd Herman, de meeste mensen zeggen Manus, omdat Manus het natuurlijk wel deed ook om mensen samen te brengen, mensen te verenigen. En om hij gelooft ook in iets moois. En het is als je in een groepje zit en je rookt samen een joint, dan raak je ook verenigd. Dus dat is wel in de trend van Manus. Ik geloof niet meer in sprookjes, maar verzin ze elke dag. Doe wat gedaan moet worden, dankbaar dat het dromen mag. Wat jullie zo gaan doen? Laten we het door. Dit is de ruimtedelegatie. Meestal laten we een ballon op als iemand doodgaat. En in dit geval met een joint eraan. Niemands meester, niemands knecht.